Het gebouw van de bikersunit, dat zich in een deplorabele staat bevond, is gerenoveerd. Dit gebeurde door tussenkomst van de Surinaamse Politiebond. De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings, geeft aan dat met deze handeling van de politiebond er een paradoxale of tegenstrijdige situatie is ontstaan. Het bestuur van de bond had namelijk aangegeven niet van plan te zijn de taken van de werkgever over te nemen. Gaandeweg de renovatie van het officiersgebouw begreep de bond dat het pand niet verzekerd zou worden. Het bestuur kreeg toen te horen dat het gedeelte van de bikersunit drastisch veranderd zou moeten worden, wilden zij het gebouw verzekerd krijgen. De minister had volgens Hellings eerlijk aangegeven geen moeite te hebben met de renovatie van de unit, maar dat de financiën daartoe niet voorhanden waren. We hebben zaken afgewogen, we konden zeggen we laten zaken op hun beloop, maar dat zou door de wens van onze leden niet kunnen vervullen. We zijn dus als bestuur aan tafel gaan zitten, we hebben vergaderd en we hebben gezegd we gaan de knoop doorhakken en we gaan de renovatie van de bikersunit ter hand nemen. We hebben dus die beslissing genomen, we hebben feedback gepleegd met de korpsleiding en die heeft er in ieder geval voor gezorgd, zo voortvarend mogelijk, dat de bikers voor de time being elders werden ondergebracht. En we zijn dus daarvoor ook erkentelijk, omdat deze voortvarende houding van de korpsleiding in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat we de realisatie van het grote doel, namelijk de oplevering van ons bondsgebouw, kunnen verspoedigen of bespoedigen en dat er zaken niet in gedrang komen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zegt dat hij het altijd over het veiligheidsgevoel heeft gehad. Echter moet er volgens hem ook intern gekeken worden naar onder andere de werkomstandigheden. Hij bedankte daarom ook de politiebond voor deze proactieve handeling. Daar waar de werkgever tot nog toe is tekortgeschoten, om gelijk daar een invulling aan te geven. Vanaf mijn aantreden is dit wel een van mijn main items geweest. Waarom? Ik heb een bepaalde situatie mogen meemaken op Lelydorp, toen ik nog in de banksector zat en ik op een gegeven moment een bezoekje bracht aan het station Lelydorp. Wat ik daar aantrof, nou, het heeft me echt tegen de borst gestoten. Ik heb het vanaf het begin gezegd, we gaan eraan werken. Motivatie begint eigenlijk ook bij de werkomstandigheden van ons. Want in Ogwelibi Osobobong, om dan in een bepaalde situatie te belanden. En dat werkte door naar die samenleving toe. Dus laat me u geruststellen, het heeft onze aandacht. De Juspol bewindsman gaf de verzekering dat het korps langzaam maar zeker op het punt zal geraken waar ze moet zijn voor wat betreft de werkomstandigheden. Getrouw benadrukte dat het geen loze belofte is.